Hallo mensen van het internet en welkom terug bij SimCity. Welkom alweer bij een nieuwe SimCity. Vandaag ga ik weer verder in Gran Suerte. Even mijn stekker eruit halen. Hoe die niet irritant op zich meer. Waar waren we vorige keer mee bezig? Geen idee. Oh, een beetje geld bij elkaar aan het sprokkelen. Ik zie dat er opeens aardig wat geld erbij gekomen is. Waar zouden we dat in kunnen steken? Geen idee. Ik heb even geen idee. Ik kan misschien wel een deel gaan opsturen naar de Warveria, maar dat laat ik gewoon nog even zitten zo. Ja, waar zal ik het voor gebruiken? Ik kan niet even een evenement opstarten nog, dat is veel te duur. Wat is het koopste evenement? Ja, dat is al 1500. 1000. 150.000 simdonders. Ja, dat bedoelde ik eigenlijk. En ik denk dat ik nog niet klaar voor ben om zulke toeristen aan te kunnen in mijn stad. Gisteren kwam ik opeens watertekort en weer geldtekort, de aflevering. En ik heb dus weer een extra pomp moeten plaatsen bij de pompinrichting. Die eigenlijk best wel heel verkeerd staat. Het staat gewoon midden in een woonwijk. Maar goed. Deze grond ziet er niet goed uit hier. Deze schaduw tenminste niet. Even kijken. Zijn er nog problemen met mijn burgers of zo? Commercieel geluk. Zo, dat zie ik aan mijn commercieel geluk. Goed. Hoge belastingen. Niet goed winkelaars. Hoge belastingen. Criminaliteit nog steeds problemen. Ondernemers zijn ziek. Je kunt heel veel dingen doen. Snelheid wat hoog zetten. Ondernemers zijn ziek. Volgende landwaarde. Gaat verdeeld van de bacteriën, gaat dus mensen dood. Hier, ja, gewoon gebruikelijke shit. Hoge belastingen. Oké, okay, grondwaardeverhoging. Ik weet niet waar ze de grondwaarde verhoogd willen hebben. Dat zal vast wel aangegeven worden als ik op dit knopje druk. Hier, hoog inkomen. Niet echt. Zie in de hand, hoge belastingen. Ja, ze moeten nog eventjes met hoge belastingen leven. Holy shit, waar krijg ik best wel het geld vandaan? Plastic. Oh ja, ik verkoop nu ook alle plastic legeringen die ik recycle. Ah, daar vind ik ziek veel aan. Ik kan gewoon verkopen aan andere steden. En op de internationale markt. Dat is wel ziek nice. Ik hoef het zelf toch niet te gebruiken. Dat is wel een goede bron van inkomsten. Wat is er aan de hand met het zuiveringssysteem van het water? Koopleidingen. Afvalwater wordt gezuiverd. Oh ja, dat zit een beetje vol. Een beetje wil ik eigenlijk best heel erg vol. Nou, dan gooien we hier weer even een nieuw dingetje neer. Voor zuivering. Ik zet eigenlijk voor mijn leningen. Kan ik ondertussen eentje weer aflossen? Nee, nog niet. Ik kan deze bijna aflossen. Dat wil ik dan ook gaan doen. Ik wil tenminste één lening open houden. Die ik dan ooit nog een keer kan aflossen. Voor het geval ik geld tekort kom. Zoals ik nu. Zo sta ik weer in de rood. Maar ja, voor de rest gaat hier wel goed. Wat is deze eigenlijk voor? Nou, gewone shit. Ik kan een landwaarde in deze buurt even gaan verhogen. Proberen. Door even een park erbij te plaatsen. Wat duurder park. Past dit precies bij dit gebouwtje? Inderdaad, dit past precies. Zo, dat zou de landwaarde hier moeten verhogen. Ja, hier is de landwaarde gigantisch laag, was dit. De belastingen zijn slecht voor de zaken. Hebben ze pech mee? Ik ga het niet eens veranderen. De eerste schitterende wolkenkrab van Gran Suerte voltooid. Honderden ambtenaren mogen binnenkort kiezen waar ze willen werken. Ziek nice, waarde gaat omhoog. Als een hand met openbaar vervoer. Busdepot gesloten. Serieus, we hebben elektriciteit tekort. We hebben precies genoeg elektriciteit, hoe kan dat nou weer? Nou, oh, hetzelfde is weer als bij Harveria, dat ik opeens random geen elektriciteit meer heb. Ik denk dat het een glitch is of zo. Doet zeker voor Harveria? Nee, industrie of zo. Industrie heeft olie nodig. Wat raar is, want het is een oliestad. De brand heeft ook een probleem. Een gevaarlijke brand voedt de stad en ik kan er nog steeds niks aan veranderen. Die gevaarlijke branden, dus dat is jammer. Waar is opeens elektriciteit gebleven dan? Zal ik even een extra kernreactor neergooien? Ik dat maar ga doen. Zo'n stroom. Stroomt er zelf alweer naartoe, hoop ik. Waar is dat overzicht voor stroom? Waar de fuck is dat overzicht voor stroom? Even weten. Ja, oh ja, we komen tekort. Nu zie ik het. Zou we een kernreactor komen tekort? Wauw, dat heb ik dus nooit meegemaakt. Wil je zo'n kernreactor? 45.000. Kweekreactor. Gebruikt meer water en vereist meer ervaren arbeiders, maar produceert ook meer elektriciteit. En lamers met drie ogen. Fuck yeah! Lamers met drie ogen. Zou vast goed zijn voor mijn verkoop van lamers met drie ogen. Goed, we moeten dus even doorsparen voor een thermische reactor Gen 1. En wat doet 2? Deze middelgrote reactor gebruikt iets meer water, heeft meer ervaren arbeiders nodig, maar produceert ook iets meer elektriciteit. Cool, want komen nu elektriciteit tekort. Ja, ik weet het. Bouw een krachtcentrale, plaats extra generator bij een staande krachtcentrale of importeer elektriciteit van de buurstad. Oh ja, ik heb nu genoeg voor een nieuwe reactor. Gas weer doorverkoop van plastic of legeringen. Nou, dat is een goede keuze, die recycling plaatsen. Zorg voor 10 dichtbevolkte woonwijken voor hoge inkomen in stad. Nice.
En dan gaat dit grote gebouw even weg. Er moet even een klein industrieel gebouwtje bij komen daar. Maar ja, nu zitten we, hebben we weer nog genoeg stroom. Wat is dit voor helikopter, nieuwshelikopter of zo? Vindt een brand. Ja, het is weer een aardige brand. Laat op één dag. Oh ja, ik moest weer een nieuwe tempel plaatsen. Dat is waar ook. Iemand van het gemiddeld inkomen vroeg of ik dat wou doen. Dus waarom ook niet? Ik glit ook even bij trouwens. Het vlag brandt wel een beetje. Maar dan ga ik zo meteen wel even een parkje bij. En ik moet ergens een nieuwe plek bedenken voor een gebedshuis. Oh, wow, wow, waar de fuck ging je best naartoe? Ik bedoel, dan heb ik gewoon drie plekken om te bidden. Ik denk, de Kölner Dom kan je ook wel naartoe gaan om te bidden, toch? Of zie ik dat verkeerd? De Kölner Dom is een van de weinige gebouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Keulen niet plat gebombardeerd is. Hoe is het omdat we geen stroom hadden? Dat klopt, dat is nu even geholpen, gelukkig. Hier even de landwaarde opschroeven. Oh, landwaarde is wel aardig goed hier trouwens. Maar het kan altijd beter. Landwaardes kunnen altijd beter. Ze zeikten net nog om lage landwaardes, dus dat gaan we aanpassen. Dat is weer een explosie en daar schrok ik even van. Holy shit. Waarschijnlijk is... Wow, dat is aardig wat stofvorming. Oké, dit gebouw is kapot. En ik maak weer opeens verlies. Oh shit. Nu weer niet. Het is heel raar. Het ene moment maak ik verlies en het andere moment maak ik best veel winst. Gewoon 5000 per uur. Maar ik hoop dat er nu allemaal gebouwen weg zijn. Eens kijken. Inzamelpunt voor plastic vol. Dan hebben we meer vrachtwagens nodig zeker om plastic... voor plastic. En want hier staat gewoon plastic... geen plastic. Hoeveel kost zo'n recyclingswagen? Gereis voor inzamelde goederen bevat de recyclingswagen voor aflevering gebruikt plastic. Metalen vergering bij gebouwen die ze nodig hebben. Cool. Die moet het gaan leveren dus. Dat is hier het probleem, als er geen gerecyclede goederen meer ofzo. Ah, ze hebben juist te veel gerecycled goederen. Nou, dan moet ze hier gaan afleveren. Als ze doorgaan moet het afval in de stortplaats binnen de kortste keren vol. Nou, dan gaat het te snel dan. Nou ja, nee, het is nog niet kritiek niveau. De vorige aflevering was het wel een beetje kritiek niveau. Nou, gooien we hier nog eentje bij. Best. Je moet echt stoppen met, meer met veel geld uitgeven. Oh yes, je kan ook weer wat hogere dichtheid. Ik zeg net een seconde geleden van ik moet stop met geld geven. Wat doe ik? Ik ga gewoon meteen weer de weg omhoog. Zodat die grote gebouw bij kan komen. Nou, het gokken gaat aardig goed. Als ik even drie keer plastic verkoop, dan heb ik genoeg om het duurste casino te bouwen. Nice. Dat is hier. Ik doe het goed in deze stad. Misschien dat ik binnenkort mijn huis renoveren. Mooi. En dan krijg je iemand die tevreden is met mijn stad. Kijk, je zeikert ze ook altijd. Veel winst. Mooi. Ah, oh, kijk, hier komen weer wat grotere gebouwen. Hier ook. Zonder de moord zet politie in kwaad daglicht. Extra luxueuze appartementen. Nice. Mijn doel is nu even om die lening af te sluiten die ik momenteel heb. Inzamelpunt voor plastic volk, weet het. Dat wordt wel verholpen. De misdaad zegviert. Holy shit, ik heb een groot politiebureau. Die helemaal vol staat met politieauto's, toch kunnen ze nog niet genoeg arrestaties of mensen arresteren. Is de misdaad nog steeds uit zegen vieren en holy shit, ik maak weer meer dan 1000 verlies. Dit moet niet lang duren, want anders ben ik weer failliet. Kijk eens aan, nu gaat het weer een beetje omhoog. Mijn winst dan, hè? Niet het verlies. Holy shit, dat moet ik niet hebben. Zullen best depot functioneert, mooi. Politiebureau. Moet ik er nog een politiebureau plaatsen of zo? Tjonge jonge. Misdaad is voor vrijgelaten. Nul. Dat is een cijfer dat ik wil houden. En straal ziet alles goed uit. Leegstaan met de fabriek. Nog steeds geïrriteerd. We hebben wat arbeiders nodig. Limes kolonist. Nice. Oké, okay, recyclingcentrum gaat allemaal goed. Iedereen is daar ziek. Dat is dan wel weer het probleem. Dat komt vanwege die grondvervuiling. Maar ja, jammer genoeg kan ik die niet oplossen. Ik kan niet... de grond schoonmaken. Ik vind wel dat ze daar een optie voor hadden moeten neerzetten. Het zou een stuk fijner zijn. Kan niet ondertussen weer gebouwen upgraden of zo? Nee. Nee, deze waren net gebouwd. Dat klopt, ja. De belastingen kosten onze kop. Heb jij even pech? Die belastingen zijn nodig. Anders ga ik weer failliet. Dat moet ik ook niet hebben. Eens zien, hoe staat het voor met plastic en zo?
Oh, deze lening kan ik weer terugbetalen. Mooi. Had weer lening open. De politieovereenkomst verdient toch aardig wat aan omdat ik misdadigers arresteer in andere steden. Heel veel kratte vracht zo te zien. Die moeten even allemaal afgeleverd worden in buurige steden. Waarom moet hier allemaal afgeleverd worden? Dat is eigenlijk... Ik snap wel echt niet wat is hier een probleem. Hier zijn vrachtproducenten. En we hebben zelfs vrachten te veel. Echt, die bug moeten ze echt een keer gaan oplossen. Want het is irritant. Wat leidt af van misschien de werkelijke problemen. Verlaat gebouwen, ja. Hoge belastingen. We hebben die verpech met een hoge belasting. Nog eentje die leeg staat. Lage landwaarde. Ja, dat geloof ik wel. Waarom staat dat huis er überhaupt daar? Kijk, hier laat ik het even weg, het huisjes. Nou, dat hotel staat daar gewoon. Dat vind ik geen probleem. Voor mij is het een hotel. Het zal een hotel zijn. Zo'n beetje alle commerciële bedrijven zijn. Hier zijn hotels of motels of zo. Ik weet niet. Het trekt gewoon veel toeristen aan, hotels. En ja, dat soort shit. Ik weet even niet wat ik allemaal moet vertellen deze aflevering. Gewoon een beetje random rondkijken en een commentary geven. Zoals ik eigenlijk altijd doe als ik SimCity speel. Zien deze weg kopen? Nee, die is hartstikke druk deze weg. Hier zal ik gewoon staan. Fijne stad. En nu naar huis. Nee. Blijf hier, verdomme. Je wil niet naar huis. Kun je niet gewoon de grenzen sluiten en hier gewoon een blokkade opgooien? Zodat die mensen die hier komen gewoon blijven en niet weer weggaan. Ik denk dat ik dan problemen krijg met de wet en zo. Dan gijslip mensen praktisch. Dat is wel laag hoge landwaarde. Nice. Ik hoor een helikopter. Er is vast weer brand ergens. Klinkt als brand. Hoge belastingen, wij vertrekken. Oké, dit gebouw staat zometeen ook leeg. Oké, weet je, ik verlaag even de belasting voor de gemiddelde inkomen met 1%. Nou, ik heb weer winst erbij gekregen van verkoop van plastic. Nice. Voor de lage inkomens ook. Zo. Voor de belasting verlaagd. Misschien verblijven ze dan. Niet dat ze weer allemaal gaan vertrekken uit mijn stad. Ja, dat is natuurlijk logisch. Ik heb geleerd bij economie. Van als je ergens belasting op. Als je de belasting hoger doet. Dan gaan mensen waarschijnlijk vertrekken. Dat is het. Dat is een probleem. Zet hij nou gewoon een vracht. Een vuilniswagen vast midden op de weg? Zo te zien wel. Die blokkeert echt de hele. Oh shit, gelukkig. Gelukkig gaat hij weer weg. Maar dan zeg ik nou, oh shit. En toch, het is toch wel gelukkig. Dit vind ik wel een mooi stukje stad. Ik hoor echt ergens vuur. Waar is vuur? Ik heb de brandweer onder controle. Hou mijn rug, moet ik vast voor geopereerd worden. Oké, mijn sims zijn nog wel een beetje klunzelig. Hoe de fuck het ook noemen, klunzig. Ik denk dat ik een klein politiebureau er weer bij plaatsen, want ze zijn nog steeds bezorgd om misdaad. Even kijken hoe men de misdaad voor staat trouwens. Of alle boeven een beetje opgepakt hebben. Nou, en dit gedeelte vooral niet. Er zijn steeds wel veel dieven. Ik heb het geld om een politiebureau te plaatsen. Dus ik doe het gewoon even. Gewoon meer blauw op straat. Meer popo. Wordt een misdaad gepleegd. Dat gebeurt wel vaker in deze stad. Met vaker bedoel ik eigenlijk gewoon om de havenklap dat er een misdaad wordt gepleegd. Dit vind ik wel meer plekje voor een politiebureau. Zo, nou, het kostte niet gek veel. En ik kan de kosten nog redelijk aan. Ik ga dit stukje even verwijderen en hier gaan we huis plaatsen. Vijver, ja hoor. Oké, dat is keefbaar. Wat stond hier? Die stonden commerciële bedrijven. Nou, dan gooien we die daar neer, mijn best. Tekort aan arbeiders. Oké, huizen dus. Nou, dat weggekomen de huizen. Dan gooien we even dit gebouw weg. Deze versiersels weg waar niemand van heeft. Oh, en dat klein pisstukje gaat dan weer niet verwijderd worden, hè? What the fuck, SimCity? Het is een leuke game dit, maar het heeft zo zijn kuren. Zo. Waar kan ik nog mijn huis plaatsen? Oh ja, nergens, want mijn stad zit helemaal vol. Vonden die stapels afval maar niks? Hoezo stapels afval? Zit de afvalplaats vol of zo? Inzaalpunt van plastic, vol. Nou, meer vrachtwagen nodig die het er naartoe brengen. Deze zeker, garage voor... Wat is dit? Inzaalpunt voor plastic.
En dit is inzamelpunt voor metalen en dit is voor legeringen. Nou, nog weer een vrachtwagen erbij gooien. Hot ziekie day. Ik denk dat mijn rijke sims wel blij zijn dat ik eindelijk uit de recycling geslagen ben. Wat zijn eigenlijk de positieve dingen die mijn sims hebben? Oké, politie zorgt dat we veilig zijn. Je kunt veel lekkere dingen doen. Je kunt heel goed shoppen. Get het helemaal van materie. Van die staafs af en maar niks. Hoge belastingen. Nou, het gelage inkomen is eindelijk een keer blij. Dat is mooi om te horen. Het af en niet wordt opgehaald. Verhoogde landwaarde voor ons. Wow. Hoog inkomen is niet blij. Holy shit. Te veel misdaad, bezorgd om misdaad. Hoge belastingen, industrieel geluk. Industrie, hoge belastingen. Iedereen heeft hoge belastingen. Ze hebben ze struggles mee. Maar ja, ik zeg gewoon net zoals de overheid in Nederland. Fuck de burgers en laat ze maar lekker belasting betalen. Zo werkt de overheid niet in Nederland, maar ik maak gewoon politieke grapjes in die verhalen. Dat is teleurstellend. Oké, dus echt meer dan genoeg gerecyclede goederen. Oh, het is alleen maar plastic zeker dat er geproduceerd wordt. Nou, ik vind het wel best. Die legeringen hebben we niet per se nodig. Dat ik wel eentje heb staan voor legeringen, zo'n opslagplaats. Die kan dus wel weg. Moet kijken welke goede heb. Opslagplaats voor nieuwe olie, what the fuck? Oh nee, deze hier. Legeringen, die kan wel weg. Waar moeten plaatsen om die shit te krijgen? Hier staat ook nog weer zo'n vrachtwagen erbij. Helpt ook weer even voor de betere doorstroom. Plastic, meer plastic. Meer verkoop van plastic. Zo. Gaat toch nu mooi, goed hier. Oké, waarom staan er zoveel parken voor één? Waarom staat hier eigenlijk een garage? Ik kan wel weg, ja. Ja, ik kan wel een paar kopen weg. Waarschijnlijk wat meer ruimte voor de huizen hier, wat de fuck hier ook mocht komen te staan. Dit kleine stukje weg kan ook wel weg. Ik ben even kijken hoe ik mijn ruimte beter kan benutten. Want ik heb een grote fout gemaakt door heel veel van die kleine piswegen te maken die eigenlijk totaal geen nut hebben. Maar nu heb ik toch wel redelijk gemanaged alles hier. Ik kan tussen heel veel dingen plaatsen bij mijn burgemeestervilla volgens mij. Maar dat ga ik niet doen. Ik wil het geld beter gebruiken voor andere dingen. Ik word echt ergens brand. Ligt aan mij. Zeker een opslag voor plastic vol. Opslag voor plastic vol, ik wist het. Oké, stad krijgt meer dan genoeg elektriciteit. Mooi, mooi, mooi. Echt, het duurt nog wel een stuk of 6 afleveringen voordat ik eindelijk een evenement kan organiseren in het pro-stadion. En ik maak een verlies. Wel shit. Ik zal even de belasting verlagen voor de gemiddelde inkomen, want die waren nog steeds niet blij dat ze hoog was. Oké, dat was misschien niet slim om de belasting te verlagen, want nu maak ik weer verlies. Beetje heel erg. Nou, ik heb gelukkig nog een lening overstaan, dus mocht ik failliet gaan, dan kan ik die altijd nog afsluiten. Waar gaat zoveel geld naar uit? Politie, transport, parken, stadspecialisatie. Ik vind het raar dat stadspecialisatie wisselt zich telkens af van hoeveel ik nou verdien. Daarom moet ik eigenlijk dat dure casino plaatsen. Daar ben ik ook voor plan ooit een keer te doen, maar dan moet ik het wel geld voor hebben. Want hoe duur is dat, het allerduurste casino? 300.000, ik dacht 130.000. Maar het is gewoon 300.000. En hij kost ook 6.000 per uur. Holy shit. Die kan ik nog even niet plaatsen. Alle casino's zijn trouwens best wel duur. Dan moet ik maar gewoon weer een chic of een elegant casino plaatsen. Om gewoon weer de waarde te verhogen. Of een nieuw monument. Gewoon even zo'n goedkoop monument weghalen. Dat ga ik doen. Deze laat ik wel staan. De Edificio Copan. Maar even een ander monument even bekijken. Zal waarschijnlijk wel een gevaarlijke brand in de stad zijn. Ja hoor, weer direct tegenover de kerncentrale. Willen meer toeristen naar je stad dan opbouw voor aankomen? Leggen meer soort opbouw voor meer toeristen te verwekken. Explosie! Ik kan denk ik wel even meer bussen plaatsen hier. Nu wachten ze gewoon 3 uur op een bus, bijna. Ik bedoel, dat is echt ziek lang. Zelfs in Nederland is het niet eens zo slecht. En daar is het openbaar vervoer nou niet altijd zo goed. Zo, dat zou weer op bussen aan moeten trekken. Ik zou bussen deze kant maar op moeten sturen.
Voor mij kan nergens meer bussen bijkomen. Dit stukje. Nee, inderdaad niet. En dat was mijn wekker. En dat betekent het einde van deze aflevering van SimCity. Laat een duimpje en een reactie achter. En abonneer natuurlijk op Couch Gameplay als je meer SimCity wil zien. En andere random shit die ik natuurlijk op dit kanaal doe. Laat de rust.